Dag allemaal, mijn naam is Christian Teulen en ik ben werkzaam bij de Natuur- en Milieufederatie in het prachtige Drenthe. Ik sta hier in een gebied iets ten zuiden van Assen en hier wordt in 2021 of 2022 de eerste energietuin van Drenthe gerealiseerd. Een bijzonder gebied, het is bestemd als bedrijventerrein, maar in plaats van bedrijven worden hier zonnepanelen neergezet. 60.000 in totaal. Voldoende voor 21 megawatt energie en voldoende ook voor ongeveer 6.000 huishoudens in en om Assen. En het wordt ook wel een bijzonder park, omdat we hier een combinatie gaan doen van educatie, biodiversiteit en energie in één ontwerp. Een bijzonder aspect van de energietuin Assen-Zuid is dat het een park wordt zonder hoge hekken. We gaan het hekloos aanleggen. Dat betekent ook dat het een toegankelijk park gaat worden. Je kunt er recreëren, je kunt er wandelen, je kunt er langs fietsen. En er worden ook een aantal educatieve voorzieningen aangelegd. Er komen picknickplaatsen. Allemaal met het oog om mensen te trekken en om te laten zien dat duurzame energie en ecologie samen kunnen gaan in één gebied. De ecologie in dit gebied neemt een speciale plek in het ontwerp. Zoals jullie hier achter me zien is het nu nog allemaal mais en bieten en grasland wat de klok slaat. Daar gaat verandering in komen. Op het moment dat hier zonnepanelen worden neergelegd wordt ook het hele beplantingsdeel aangepakt. En wel zo dat we de biodiversiteit een flinke sprong voorwaarts laten maken in dit terrein. Het gebied bestaat uit verschillende kavels. Zeven verschillende kavels worden er zonnepanelen neergelegd. En al die kavels krijgen een ander thema. Die bedienen eigenlijk een andere soortgroep. Zo is de bedoeling. Het veld achter me dat wordt een veld voor bestuivers, vlinders. Met heel veel bloemen, met verschraald grasland. Een ander veld wordt speciaal ingericht om amfibieën te herbergen. Met een aantal paddenpoelen. Weer een ander gebied richt zich op zoogdieren of het bodemleven. Dus zo proberen we in verschillende kavels verschillende soorten een plek te gaan geven. Bewoners zijn eigenlijk vanaf het begin af aan betrokken geweest bij het ontwerp van dit gebied. Ze hebben in diverse ontwerpsessies met de gemeente en met de ontwikkelaars gekeken naar wat er kan, wat er moet, wat hun wensen zijn. En wat er voornamelijk uitkwam was dat er veel aandacht moet zijn voor ecologie en voor de dieren in het gebied. En dat gaan we dan ook doen in het ontwerp. We hebben ze betrokken via ontwerpsessies. We hebben ze met een Praat Mee-app laten meepraten over het ontwerp. En we hebben zelfs een tekenwedstrijd gehouden voor kinderen. Dat is ook een hele interessante actie. En zo hebben de bewoners eigenlijk vanaf het begin af aan, vanaf 2017 de ontwikkeling aan, hebben ze meegedacht over hoe het park eruit komt te zien.